Goedemorgen vanuit Goedemorgen. Den Haag. Nou, dat kan niet missen, deze achtergrond. We zitten echt in de Tweede Kamer. Ja, we zitten hier met z'n tweeën het land op besturen. Precies, ja. Niemand is er nog, dus wij hebben het even voor het zeggen op dit moment. Ja, dus als je denkt, wat gaat het goed met Nederland? Wat komt er wij hier met z'n tweeën nou de touwtjes in handen hebben? Precies. Maar ik mag vandaag een dagje meekijken, meeproeven, meelopen met de heer Van Hilvert. Ja, Martijn. Martijn. Ja. Tweede Kamerlid voor het CDA. Ja, dat klopt. En wat ik zo leuk vind, en dat is eigenlijk ook waarom ik heb gevraagd of ik hier een keertje mee mag komen kijken, is... Mag ik... U, gaan we u zeggen? Nee, of jij? We gaan je. Want jij bent straks, als jij in de provinciale staat zit, zijn we collega's. Oh, volksvertegenwoordigers. Ja. Dus dan, Je. Nou, oké, ik ga het proberen. Ja. Maar wat ik zo leuk vind, is dat je zoveel van die social media spreekuren doet. En wat is nou eigenlijk de reden dat je daar mee begonnen bent? Of dat je dat doet? Nou, toen ik ooit dacht, van als ik ben al een tijdje geleden werd ik raadslid, maar dat doe je naast je werk of naast je studie. In het begin deed ik dat naast mijn studie, later naast mijn werk. En dan had je nooit echt tijd om bij iedereen op bezoek te gaan of iedereen te spreken die je graag zou willen spreken. Ja. En toen dacht ik, als ik ooit fulltime politicus mag zijn, en dat mag ik nu, dankzij u, beste belastingbetaler, waarvoor dank, dan wil ik een spreekuur. Dus ik heb op maandag, elke maandagochtend, 10 tot 12 spreekuren in een café in Sittard. Mag iedereen komen, een kopje koffie drinken, mag je alles zeggen wat je wil, maar niet iedereen kan natuurlijk naar Sittard komen op maandagochtend. Dus elke dinsdagavond vanaf 9 uur heb ik een Facebook en Instagram live spreekuur. Zodat ik altijd, als iemand mij iets wil vragen of zeggen, dan kan dat. Ja, dat is eigenlijk wel hartstikke mooi, want ik ben ook een beetje op zoek naar antwoorden hoe dingen werken. En een paar bepaalde vooroordelen misschien ook wel weghalen van de politiek. En een van die dingen is dat mensen zeggen, dan mag ik één keer in de 4 jaar stemmen en dan gaan ze allemaal maar hun eigen gang. Ja. Maar is dat dan ook een beetje zo'n spreekuur om dan toch mensen wat meer inspraak te geven in bepaalde dingen, wat meer te luisteren naar mensen? Ja, en wel ook juist wel toch contact houden, want we hebben zo'n mooi kaartje, dat heb ik dan aan mijn broek hangen. Hier zie je dat, een kaartje dat stop je bliep op zo'n apparaatje als je binnenkomt, dan gaan die poortjes open, maar die gaan weer heel snel verdicht. En dan zit je dus hier in Den Haag en dan denk je dat je de wereld aan het verbeteren bent. Maar op maandagochtend bij de koffie, maar ook op dinsdagavond bij het Facebook live spreken, dan zie je dat nog wel tegenvalt soms. Ja. En dat je dingen ook misschien wel anders kan doen. Of dat je iets goed bedoelt, maar dat mensen iets heel anders begrijpen. Ja. En dat vind ik wel fijn om die voeling wel te houden. Oké, vanmiddag, of vanmorgen was het eigenlijk al, volgens mij, stond een overleg op het programma met de UNRWA, als ik het goed uitspreek. Ja. En die vertegenwoordigen eigenlijk de belangen van de Palestijnse vluchtelingen. Nou, het is ongeveer. Ja, het is een commissie van de Verenigde Naties. Het begint altijd met UN, United Nations. Ja. En zij zorgen ervoor dat sinds de Oslo-akkoorden, dat was een poging om tot een afspraak te komen tussen Israël en de Palestijnse missie, zorgen zij voor Palestijnse vluchtelingen die het niet goed hebben. Door die Oslo-akkoorden zou het opgelost moeten worden, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Dus dat duurt al heel erg lang. En daar hadden we overleg over, van, is het nog wel zinvolle hulp? Gaat het nog wel goed? Ja. Want er is heel veel kritiek op de wijze hoe het besteed wordt. En daar hadden we het over. Ja, en die man die vertelde heel gepassioneerd over zijn werk. Maar vond jij ook niet heel eerlijk dat hij best wel een beetje lange antwoorden gaf af en toe? Ja, verschrikkelijk. Heel erg lang. Hij gaf wel goede antwoorden, maar hij weet dat het ook bij ons in het parlement gevoelig ligt. We hebben echt heel veel knokpartijen met woorden hier over de Israël-Palestijnse zaak. En hij moest dus ook heel voorzichtig zijn woorden kiezen en dat deed hij dan wel netjes. Maar het nadeel daarvan is dat het wel lang duurt. Ja, klopt. Dat klopt wel. Want hij koos wel heel zorgvuldige zijn woorden, Dus, en binnen een uur was het overleg klaar, dus dat was eigenlijk wel redelijk snel. Ik dacht, dit wordt een best wel een lange zit. Nee, het is altijd heel sterk afgebakend. De meeste overleggen die duren zo lang als dat gepland is. Ja. Ja. En het werkwoord kiezen is natuurlijk heel belangrijk als je de politiek gaat. Oh, ja. Dus dat is goed dat ik met weten dat dat nu misgaat dan straks bij de verkiezingen. Ja, inderdaad, Anne, ik vind het enorm leuk dat jij zo jong al interesse hebt in de politiek en dat geeft mij alle vertrouwen voor de toekomst. Heel veel succes. Nou, dankjewel. Zo, nu zijn we op weg naar de commissievergadering, want jij zit in de commissie Buitenlandse Zaken. Ja. En er staat zo meteen een overleg gepland. Ja. En wat staat er op de agenda? Nou, het is een overleg over de commissie Raad Buitenlandse Zaken. Om de zoveel tijd komen alle ministers van Buitenlandse Zaken van Europa bij elkaar in Brussel om te vergaderen. Dat is binnenkort. En wij geven onze minister nu mee wat hij moet zeggen. Okay. En wij zullen wel een aantal dingen zeggen over Venezuela. Hij heeft daar een akkoord gesloten, onze minister, met een minister die sancties heeft aan zijn broek heeft gekregen omdat hij mensen foltert en martelt. Dus wij zullen daar de minister wel even over moeten ondervragen hoe hij dat gaat doen in Europa. Vervolgens hebben we het nog over de Chinese staat
die hier zijn macht uitbreidt in Nederland door mensen te verplichten om informatie door te spelen naar China. Herkent de minister dat ook, of al zijn collega's dat in Europa, daar gaan we het over hebben. Ja. En ook over de inmenging van Rusland in Nederland. Er zijn een aantal Russische spionnen opgepakt. En hoe zorgen we dat die spionnen nu wel in Nederland het land zijn uitgezet, maar niet zomaar in Parijs of in Rome weer aan de slag kunnen gaan. Kunnen we dan niet samen met alle Europese landen iets tegen doen? Ja, nou best wel belangrijke thema's als ik dat zo hoor. Dus nou, ik ben benieuwd straks. Ja, oké, dank je. Nou, dat was dus het laatste van mijn dagje in Den Haag. Die commissievergadering van Buitenlandse Zaken. En ik heb alle inbrengs eventjes aandachtig zitten beluisteren. Ze gaan nu, is er een hoofdelijke stemming en daarna gaat de vergadering weer verder. Maar omdat het toch nog even een eindje rijden is naar het Zeeuwse, heb ik besloten om een punt te zetten achter deze dag. En wat me nog opviel eigenlijk, is dat toch wel een gemoedelijke sfeer hangt onderling met commissieleden. Als ik afga op de beelden die ik op televisie zie of wat je misschien in de media verder hoort en leest, dan denk je, god, die Kamerleden die bestoken elkaar de hele dag of die partijen hebben allemaal een hele erge hekel aan elkaar. Maar ja, volgens mij valt dat best mee, als ik het dan goed zeg. Volgende week in de vlog de algemene ledenvergadering van het CDA in Borselen, waar nog het een en ander verteld wordt over het verkiezingsprogramma en de kieslijst natuurlijk. Heel belangrijk. Tot dan!